Welkom bij de eerste aflevering van Studio Welvaart. Een podcast die in verkiezingstijden de politieke puntjes op de i zet. En dat doen we telkens met twee lijsttrekkers. Vandaag trekken we daarvoor naar Limburg en dan komen we natuurlijk uit bij Steven van de Put en de Demir. Welkom in onze studio, studio die speciaal voor jullie is ingericht, voor Vlaamse welvaart. Jullie zien het staan. Um, ik neem jullie meteen mee naar het verleden, naar. Uh, 2010. Toen kwamen jullie samen in de, in de Kamer. Zoal jij was toen 30. Uh, Steven, jij ook, maar dan met 13 jaar ervaring. Uh, kenden jullie elkaar uh, toen, twee Limburgers, die elkaar tegenkomen in de kamer? Wel, eigenlijk niet. Uh, ik, was, uh, ik had steeds mijn klein... Allee, mijn eigen bedrijfje en uh, vanuit de achtergrond eigenlijk actief in de partij. zegt men gaat op een lijst staan, en ineens ben je dan verkozen en je komt daar terecht. En zoal was toen nog, uh, nog in Antwerpen eigenlijk. Hè? Dus ja. wij kenden elkaar niet echt, nee, maar ja. we zijn heel goed naast elkaar geplaatst ja. op de derde rij uh, ja. in ons vak. Ja, ja. Ik was jong advocaat in, en ik mm -hmm. woonde in Antwerpen. En inderdaad, ik stond op de vierde plaats. En dat was toen van ja, misschien geraak je wel verkozen, misschien niet. Het was toch ja. wat koffie te kijken, maar ja, we hadden het dan heel goed gedaan. En dan uh, inderdaad uh, verkozen vanuit uh, Antwerpen. En dan zaten wij naast elkaar op de derde rij. Ja. Uh, Zoals en nu. Dat, ja, en dat, dat, mij, dat, geeft, allee, dat schept wel een band. Uh -huh. hè? Omdat je allebei van Lumburg bent. Uh, uh -huh. ja, ik woonde daar dan niet meer. Maar ja, ik kwam dan ja. geregeld wel naar ja. Genk, naar mijn uh -huh. ouders, naar mijn broers en zussen. En ja, dan babbelden we wel. Ook uh, toen al, hè, eigenlijk veel ja, over Lumburg. Je zaten ook in, in heel andere commissies hè, door uh -huh. de week. Dus, ja. dus met heel andere dingen bezig. En dat, was, dat maakte dan toch die plenaire en een klein beetje interessant. Dat je dan <laughs> een beetje achtergrondinformatie <laughs> ja. kreeg, ook over thema's waar je zelf ja. dan. Niet rechtstreeks bij betrokken, want het was eigenlijk wel een, een hele mooie tijd. Ja, een ja, die, hele mooie tijd. Ja. En dat was de, de 500 dagen zonder regering en zo, waren, waren ja. mooie tijden. Ja. Mooie tijden. Ik, ik zit hier met een Genkse en een Hasselaar. Zijn dat twee grote rivaliteiten in Limburg? Of. of, of? Niet ja, bij ons zeggen ze, Hasselt moet kapot hè? Ja, Dat is wel subtiel. En, 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 en zo. Ja, zo zijn dat is, wij. Dat is, dat, is, dat, is niet, dat is niet helemaal waar. Nee, eigenlijk is, uh, natuurlijk is er een, een, gezonde, een gezonde rivaliteit tussen de ja. twee steden, allez, de twee grootste steden uh, van Limburg, waar dat Hasselt natuurlijk overduidelijk de hoofdstad is, maar het ja. is vooral uh, een, een, een folklore die levend gehouden wordt. Ja. Zo, er moet wat naïver zijn, hè. men ja. moet wat... Ik denk dat het belangrijk is dat uh, elk op, op basis van zijn verleden en, en zijn toekomst eigenlijk, en zijn sterktes kan zichzelf ontwikkelen. En op dat vlak kan ik maar zeggen, vandaag is het natuurlijk van de verkeerde partij. Maar ik heb een heel, als burgemeester van Hassel een heel goede samenwerking met mijn collega van Genk. En uh, ik denk dat dat ook de weg vooruit is. We moeten allemaal samen uh, ja. zien dat we bieden wat we kunnen bieden aan de Limburgers. Ja. Het belangrijkste is inderdaad, uh, ja, je hebt Genk Hasselt, nee. maar eigenlijk heel Limburg uh, bestaat nee. uit heel mooie uh, gemeentes, uh, ja. dorpen, heel lieve dorpen ook, heel mooie dorpen. We hebben ja. de Bloesems. Uh, ja, en praktisch. uiteindelijk, uh, als puntje bij paaltje komt, trekken we wel altijd aan één zeel. En dat is natuurlijk ja. uh, onze mooie provincie. Ja, wat ik net dan afvraag, Genk en Hasselt, zitten daar ook grote verschillen in het dialect? Ja. Vraag ik echt als volledige ja. buitenstaander. Wel, het is natuurlijk zo, als je van heel ver naar Vlaanderen kijkt, dan zeg je, die spreken allemaal een soort, Limburg, eh, een hmm. soort Nederlands, ja. maar dat is niet zo. Hmm. En zo is het er ook, men spreekt dan van buiten Limburg altijd, dat is een Limburgs dialect, ja... ja. Maar zelfs in Hasselt hm. hebben wij verschil in het dialect tussen het, het dialect wat in het centrum eh, gesproken wordt, waar nogal wat Frans in zit, hè, historisch. Eh, en dan het, het Rungsters Hassels, hè, dat eigenlijk altijd een Volkswijk geweest is, waar geen Frans in zit. Ja. Dus het verschil tussen, tussen Hassels en, en Genks is echt heel groot. Maar ook bijvoorbeeld tussen Hassels en Centruijs of Hassels en, ja. en Berings, dat zijn uh, heel andere talen. Ja. Maar jullie verstaan elkaar wel natuurlijk. Wel, we spreken uh, zo goed als het kan uh, algemeen Nederlands. Ja, ja wij, wij verstaan elkaar. <laughs> Allee, uh, inderdaad, wij spreken daar wel Nederlands uh, vooral. <laughs> <laughs> goed, terug naar de politiek. Maar ik blijf wel nog even hangen in de vroege jaren. Want ik heb van de medewerkers iets toegestopt gekregen. Uh, twee verkiezingsaffiches uit de, uit, de, ja, uit de oude doos. Maar jullie zijn geen. ...geen haar veranderd, dan denk ik, weten jullie nog welk jaar dit is? Oh. 2014 hè? 2014? 2014? Ja, is 14. Ja, 14. Um, Als je nu terugkijkt naar zoveel jaar, welk advies zou je dan de Stefan de Put en de Zuhal van toen geven voor de verkiezingscampagne van toen? Als je zo terugkijkt, nu weet je natuurlijk veel, veel meer, maar welk advies zou je aan de jongere versie geven? Uh, laten ons zeggen dat we toen echt op de wolk zaten, alles kon, alles ja. mocht. Mm. Uh, we waren als, als partij ook nog altijd... Uh, we kwamen uit de oppositie tegen die Rupo dus we konden huh? heel vrij uitgaan. We hadden ook geen beleid te verdedigen federaal. Nee. Vlaams waren we natuurlijk mee aan het besturen. Uh, de, maar, maar, maar ja, bon, uh, als ik naar de foto kijk, is dus wel confronterend ja. moet ik zeggen. Ik ben ja. een beetje, beetje grijzer sinds, ook een paar kilo bijgekomen. Dus misschien dat ik tegen, tegen de Steven van Tunzo gezegd heb: van kijk, euh, doe wat je kunt. Ga tussen de mensen, gelijk dat dat eigenlijk van u verwacht wordt. Als politicus, vergeet nooit van waar je komt, euh, maar zorg ook goed voor jezelf. Ja. En welke tips zou jij jezelf geven, achteraf gezien? Ja, ook een beetje inderdaad, hetzelfde. Als ik terugkijk naar het parcours dat we sinds 2014 hebben gereden, uh, vooral. Uh, uh, ja, blijven tussen in de dorpsstraat uh, met uw ja. beide voeten op de grond, u in de spiegel kijken. Elke beslissing die je neemt, ja. ook in belang uh, van de miljoenen Vlamingen nemen. Ja. Dat is natuurlijk altijd belangrijk, want uh, als partij uh, werken we voor uh, 6,7 miljoen ja. Vlamingen. Uh, en uh, dat, uh, dat advies zou ik uh, toen ook uh, gegeven hebben, ja. ja. En... Uh, ja, we zijn inderdaad wel wat verouderd, als ik het zie. Oh my god. Ik, ik vind het wel wijzer, dat daar... wijzer en meer ervaring. Ja, ja, ik vind dat we daar toen toch wel beter uitzagen. Nee. Maar gewoon dat heel terzijde. Dat zijn foto's natuurlijk. Hè. Uh, intussen werken jullie dus al veertien ja, jaar nauw samen. Uh, eerst letterlijk naast elkaar in de Kamer. We hebben dan ook even de regering Michel gehad. Het Vlaams parlement werken jullie samen. Jullie kennen elkaar door en door, uh, vermoed ik. Maar Steven, weet je iets van Zuhal dat niemand weet? Een karaktertrekje dat we niet kennen. We kennen haar allemaal als ja, het hart op de tong natuurlijk, heel gedreven. Wel, het is niet voorbereid, dus we zullen zien wat er gaat komen. <laughs> uh, nee, nee, we kennen haar natuurlijk. We kennen, we kennen zowel natuurlijk als iemand die uh, heel recht door zee is, die hmm. nogal hard voor haar standpunten gaat en dat daar ook op volgt. Die heel communicatief is ook, die best wel, wel streng kan zijn, maar toch ook heel, uh, heel meelevend. Een stukje wat mensen van, elkaar, van haar misschien niet kennen is uh, dat zij ook een heel verzorgende dame kan zijn. Ik bedoel, uh, als we een ochtendontbijt hebben, dat ze echt kokkerelt dan. En, ja. en, uh, allez, een, een mooi ontbijt uh, op, op tafel kan, uh, kan toveren. Eigenlijk een, een, een meer zachte trek die misschien veel mensen niet dadelijk in haar zouden, zouden zien. Misschien iets voor de tafel van Gert of zo, ik weet het niet. Uh, dat ze een keer kan optreden. Ja, de ontbijttafel van Gert. Ja, ja zo gauw. Wat weten wij nog niet over, Steven? Ja, ik uh, ben vooral heel blij dat ik uh, Steven heb. Want hm. uh, onze voorzitter zegt dat vaak uh, dat we Jing en Jang een beetje zijn. Ja. Uh, ik heb inderdaad veel temperament. Uh, Steven is uh, de rustige vastheid. Uh, waar ik heel veel steun ook uh, mm. aan heb. Uh, Alleen als, als zo, dus een moeilijk momentje is, uh, dan bel ik wel eens geregeld ja. naar Steven. En ik denk dat wat dat, uh, veel mensen niet weten is dat, uh, of, of misschien niet goed weten is, dat Steven eigenlijk heel goed uh, kan luisteren. Ja. Heel goed kan luisteren en ook heel goed advies kan geven. Ja. Uh, en, uh, en je weet ook wel als je iets tegen Steven zegt en je zegt van ja, dat is uh, vertrouwelijk, dat ja. hij ook wel goed uh, geheimen ja. kan. Uh, kan houden, dus... Uh, ik, ja, uh, uh, belangrijke eigenschap, ja, denk ik. Ja, ik, ik vind dat een heel belangrijke eigenschap, mm -hmm. zeker als je in de politiek met twee uh, mm -hmm. ja, uh, je, het uh, moet gaan doen, eigenlijk, bij manier van spreken. Ja. Samen natuurlijk met een hele groep uh, maar dat je elkaar goed verstaat. Uh, ja. Maar als je iemand hebt bij wie dat je altijd terecht uh, kunt komen ja. en waarvan dat je weet. En dat weten mensen niet, denk ik. Hè, want politiekers kunnen meestal niet luisteren. Ja. Maar Steven heeft wel uh, die eigenschap dat hij uh, bijzonder goed kan luisteren. Ja, dat is een mooi compliment natuurlijk. Um, Campagne voeren betekent ja, je eigen beleid. En dat van de regering en dat van de partij uh, verdedigen. Ja, als we het specifiek over jou hebben, uh, Zowel. Uh, ja, je hebt wel een stevig palmarès te verdedigen. Ik denk aan de Blue Deal, stikstof, Ventulus. Welke verwezenlijkingen springen er voor jou zelf uit? Ik vraag het maar omdat sommige dingen misschien meer moeite hebben gekost dan de goede gemeente weet. Zijn er dingen waarvan jij zegt van die zijn voor mij eigenlijk cruciaal geweest? Uh, ja, stikstof uh, uh, ja. wordt genoemd. Uh, ja, ik denk dat dat bij veel mensen ook, nou, veel mensen daar niet bij stilstaan. Maar de reden waarom dat ik mijn nek altijd heb uitgestoken ja. in dat dossier, is dat ik het belangrijk vond dat we ja, welvaart. Kunnen blijven creëren doordat ja. we vergunningen kunnen mm -hmm. uh, verlenen. Want dat, was, uh, want dat stond onder uh, druk. In Nederland is daar een vergunningstop. Dus echt voor die welvaart die we in Vlaanderen hebben, uh, ja. was dat een heel belangrijk dossier. Ja, dat is link die niet iedereen ja, maakt. Nee, natuurlijk. en politiek is dat denk ik ook geen win. Omdat, daar heel veel, omdat dat een heel moeilijk dossier was. Ja. Uh, maar uh, naar uh, ja, vergunningen verlenen voor de economie, uh, de bedrijvigheid, uh, is dat wel een hele belangrijke. Dus naar welvaart toe uh, is dat een belangrijke. Maar persoonlijk zelf vind ik uh, de veilige huizen. Want ja, ik ben bevoegd voor justitie. Uh, ja. En ja, wij zijn erin geslaagd om in uh, elke provincie een veilig huis. Uh, kan je dat concept nog uh, eens Ja, dat eens is de, de voorlopers van de Family Justice Center. In onze uh, provincie hadden we er een. In Antwerpen hebben we daar ook een. Maar uh, de rest van uh, uh, Vlaanderen niet en dat zijn uh, huizen waar dat je als slachtoffer van partnergeweld, intrafamiliaal geweld. Uh, waarvan dat we nu eigenlijk, sinds dat die oprichting erin is, zien dat er helaas heel veel slachtoffers zijn. Ja, maar dat dat een beetje een verdoken probleem ja. is. Mm -hmm. Dus uh, achter de huizen uh, zien we dat niet altijd. Nee. Maar doordat we uh, een, een veilig huis hebben gecreëerd. Ja. waar dat slachtoffers in een warm bad uh, terechtkomen. waar dat ze uh, de eerste zorg krijgen. zien we helaas dat er toch heel wat slachtoffers zijn. En dat ja. vind ik wel een hele belangrijke verdienste. Wel, omdat ik. Uh, dat belangrijk vindt in Vlaanderen dat we slachtoffers op een goede manier, zeker van intrafamiliaal geweld, partnergeweld, op een goede manier kunnen behelpen. Ja, ook omdat je dan echt letterlijk echt mensen individueel kan, kan helpen natuurlijk. Waar zie jij nog mogelijkheden of uitdagingen gesteld dat je het mandaat krijgt van de kiezer om, om verder te doen op dezelfde bevoegdheden? Waar zie jij nog de grote ja. werven bij meneer Vans? Binnen mijn bevoegdheden denk ik dat. Ze uh, ja, energie een hele belangrijke is, waarvan dat ik hoop dat we uh, de kerncentraal we daar ooit zelf over kunnen uh, beslissen, want ja, Vlaanderen heeft nee. dat niet. Uh, dat is een hele belangrijke uitdaging. Iedereen heeft energie nodig en daarnaast heeft iedereen water nodig. Ja. Dat is een basisbehoefte. En uh, we hebben heel wat zaken kunnen doen in ja. het uh, kader van die Blue de deal. deal. Dus ervoor ja. uh, zorgen dat de uh, mensen beschermd zijn tegen overstromingen en dat we voldoende water hebben als het droog is. Dus we, hebben daar, uh, we zijn die tanker daar aan het keren. We zijn daarmee begonnen in 2020 met heel dat plan, met heel veel maatregelen die we op uh, heel veel plekken in Vlaanderen aan het nemen zijn, zodat water uh, kan infiltreren, ja. dat we voldoende bufferbekkens hebben, water kunnen opvangen. Ja. Uh, maar we zijn er totaal nog niet. Er is nog heel wat werk aan de winkel. We zien ook wat dat daar op ons afkomt ja. uh, met die droogte en die overstromingen. En ik vind wel dat dat echt een basistaak is van de Vlaamse overheid. Ja. Om mensen te beschermen, de Vlamingen te beschermen tegen die overstromingen. En twee, er te, ervoor te zorgen, als het droog is, want we zien die lange periodes van droogte, dat ja. er voldoende dat er water, water is. is ja. Iedereen heeft water nodig. Uh, gezinnen, uh, ja. mensen, uh, bedrijven. bedrijven. Ja. Dus dat is heel cruciaal. En uh, als je de statistieken ziet, Vlaanderen is eigenlijk uh, de regio met het minste waterbeschikbaarheid per inwoner. Uh, ja. Dus uh, wij doen het eigenlijk heel slecht. Wij doen het slechter dan bijvoorbeeld Spanje. Je kunt daar niet bij stilstaan. Ja. Maar dat is uh, zo. En vandaar dat ik dat een, een hele grote uitdaging vind uh, voor Vlaanderen. Ja. Uh, Steven, je zei het er straks al, je, je was ondernemer voor je in de, in de politiek stapte. Dus je focust je eigenlijk ook wel op, op die economische uh, thema's uh, in het Vlaams parlement. Welke belangrijke economische stenen heeft Vlaanderen verlegd? Wel, ik denk dat uh, Vlaanderen is vooral geconfronteerd ja. geweest dus met twee belangrijke crisissen: uh, eerst de coronacrisis, uh, waar dat, uh, bedrijven gesloten zijn omdat het gewoon niet mogelijk was om op een gezonde manier ja. te gaan werken. Waar uh, ganse sectoren zoals de horeca eigenlijk voor lange tijd gesloten zijn. Daar zijn we allemaal heel ja. goed doorgekomen, omdat de Vlaamse regering zich op dat moment ook binnen haar eigen bevoegdheden heel krachtdadig heeft getoond. En de maatregelen heeft kunnen nemen om iedereen erdoor te slepen. En dat hebben we ook gezien het jaar na Corona, eigenlijk met de enorme stijging terug uh, van de productie en, en, en van het algemeen inkomen uh, in ons land. Daarnaast uh, zitten we vandaag op een historisch hoog niveau. Wat betreft uh, investeringen in ontwikkeling, Allee, on onderzoek en ontwikkeling, ja. essentieel als wij, uh, als wij willen ook naar de toekomst uh, vooraanstaand blijven. Uh, vandaag zie je toch dat met uh, ook de investeringen die Vlaanderen zelf doet in ICT, in ondersteunende systemen en dergelijke meer, dat we stilaan moeten komen tot een plan waarin we er ook kunnen slagen om op lange termijn toch enige industrie ja. uh, in onze regio nog te kunnen bewaren. Ja. Uh, u bent nu lijsttrekker voor de Kamer. Ik... Keert dat terug naar de Kamer? Kijk je daar naar, naar uit, naar die, die overstap? Wel, het is natuurlijk zo dat het, uh, het Vlaamse niveau voor ons, nee. Vlaamse nationalisten, het, het niveau uh, van ons hart is. Maar ja. feit is dat als je vandaag kijkt waar, waar mensen kwaad over zijn, waar ook nog altijd de grote sleutels zitten, dat is het federale niveau. Als we het hebben over migratie, als we het hebben over een zwaar overheidstekort, als we het hebben over die veel, veel, veel te hoge belasting, als we het hebben uh, over dure energie, dat zijn allemaal zaken die eigenlijk op het federale niveau. Nog hmm. altijd vastzitten. Daar moet uiteraard verandering in komen. Daarom ja. pleiten wij ook voor confederalisme. Maar het is daar dat dat soort dingen eigenlijk uh, bediscussieerd en beslist worden. Ja. En daar ben ik graag bij. Heb ik altijd graag gedaan. Ik heb heel graag uh, het Vlaams ja. parlement gedaan. Zeker ook als burgemeester is dat een heel mooie ja. uh, aanvulling. Uh, maar ik kijk er ook naar uit even goed om terug naar, uh, naar om, de Kamer te gaan. Om daar je, je stem te laten horen. Um, wat zijn voor jullie? We zitten hier in de studio Welvaart. Hè? Het draait rond welvaart. Maar wat is de, de, als je dat concreter vertaalt, de grote inzet voor de verkiezingen? Zo. Ja, uiteraard mm. onze welvaart. Maar ja. dat, is, dat gaat niet alleen over het socio-economische. Want mm. uh, ja, wij zitten in een goede regio. We mogen dat niet vergeten. Vlaanderen is als regio bijzonder sterk. Maar we moeten wel zien dat we dat zo kunnen houden. En we zien toch wel. Uh, ja, een aantal... We hebben een aantal crisissen gehad. We zien de toekomst toch ook... Uh uh, ja, waar dat je moet zien dat die welvaart hier in Vlaanderen blijft en wat betekent dat eigenlijk, dat we jobs hebben ja. dat we kunnen werken dat we als we werken, dat we dan ook uh, netto uh, iets kunnen overhouden iets fatsoenlijks ja, ja. ja, dat is uh, zeer frustrerend natuurlijk als je als, je, als, als uh, Vlaming werkt, dat uh, heel veel weggaat uh, uh, en, en, en naar de belastingen en als je dan ziet hoe dat uh, de belastingen worden beheerd, ja dat is uh, natuurlijk ja. een ander. Uh, een paar mouwen. Dus welvaart betekent uh, jobs, betekent uh, bedrijvigheid, betekent uh uh, maar voor mij gaat dat ook verder. Voor mij betekent dat ook uh, goed onderwijs, kwalitatief onderwijs, waar dat we die tanker ook aan het keren zijn. Dat betekent ook uh, een democratisch onderwijssysteem, wat we vandaag de dag mm. hebben in Vlaanderen, dat ja. ook houden. Maar dat betekent ook een propere leefomgeving. Dus eigenlijk, welvaart is... Uh, betek uh, allee, dat betekent economie, ja. maar dat gaat eigenlijk veel verder. Dat gaat ook over uh, ja, de manier waarop dat we leven. Het uh, ja. gaat ook over uh, migratie, dus dat gaat over heel wat. Ja. En de Scherming van die welvaart, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Steven, hoe, hoe zie jij dat concreet, die, die, die welvaart? Wel, we hebben dat als partij eigenlijk heel concreet ingevuld. Eerst en vooral zal ons budget, ons federaal budget, op orde moeten komen, ja. want anders kunnen we eigenlijk niks. Daarnaast zeggen we, loon naar werken. Werken moet altijd meer lonen dan wat dan ook. Dus die belastingen, die moeten echt wel uh, naar beneden. Dan zeggen we ook, kijk, degene die dan niet helemaal mee kunnen die zitten in een een of ander systeem van sociale zekerheid, wel dat moet terug rechtvaardig worden. Vandaag is het zo dat veel mensen in het systeem verzeild geraken, maar daar eigenlijk in blijven zitten terwijl ze wel zouden kunnen een bijdrage leveren ja. door terug aan het werk te gaan. Het tot slot denk ik dat uh, voor de grote problemen, we moet af moeten moeten afstappen van het idee dat het allemaal minder moet. Maar in tegendeel, dat we moeten geloven in de toekomst, dat we moeten investeren in innovatie. En op basis daarvan bijvoorbeeld ook onze energievoorziening zeker maken, maar ook betaalbaar maken. Want dat zijn essentiële dingen om de toekomst te kunnen aanpakken. Dat zijn uiteraard meer socio-economische dingen. Ik ga helemaal akkoord met zowel mm. dat de maatschappij natuurlijk veel meer is uh, dan alleen maar centjes. Maar zonder die centjes lukt het mm. zeker niet. Dus daar mm. moeten we eerst en vooral heel hard aan het werk. Ja, um, ik uh, zei het in het begin van de aflevering, we trekken naar uh, Limburg. Hè, uh, by far de gezelligste provincie van, uh, van Vlaanderen. Uh, zijn er specifieke dingen in Limburg waar jullie op, op willen uh, focussen? Binnen die Vlaamse welvaart. Dat je zegt, ja, in Limburg zijn er toch die die... Dus en zo, waar, waar we de nadruk op willen leggen? Wel, Limburgse politici hebben nog eens de neiging om vanuit een underdog-positie en altijd vanuit het principe van we hebben te weinig mm -hmm. uh, naar Brussel te trekken. Ja. Ik ben niet helemaal akkoord. Ik denk dat we als, uh, als Limburg heel veel troeven hebben, dat we heel veel opportuniteiten hebben ook en dat we daar ook moeten Het Feit is. Dat wij vandaag, zeker wat betreft logistiek, wij zijn nog niet uh, dichtgeslipt zijn. Wij hebben nog altijd een industriële basis die weliswaar aan het afnemen is. Dus daar moeten we tegenin gaan. Ik denk dat we uh, op het vlak, we zijn een, een, een groene provincie waar toerisme nu eigenlijk maar aan het okay. starten aan, aan, aan zijn echte opgang. Maar vooral uh, moeten we ervoor zorgen dat uh, wij, wij op het vlak van onderwijs, waar we nog altijd een stukje achterstand hebben uh, op de rest van Vlaanderen, dat we daar grote stappen bij zetten. En dat begint van in uh, het basisonderwijs, maar zeker in het secundair onderwijs. We moeten daarin zetten op die taalkennis, want mm -hmm. telkens opnieuw zie je, uh, zeker in voormalige mijngemeentes met uh, grote, mensen, grote populaties mm -hmm. met migratieachtergrond, dat er veel te veel jongeren eigenlijk nog het secundair onderwijs verlaten. Uh, zonder, zonder een diploma van ja. dat secundair onderwijs. En dan helemaal natuurlijk niet terecht kunnen in het hoger onderwijs, waar ook best nog wel wat werk aan de winkel is. Ja, ik zie jou de hele tijd knikken. Ja, helemaal. Uh, ja, zeker uh, wat dat taal betreft vind ik dat zelf een heel belangrijk. Ik ben zelf uh, mama. Ik heb een klein alleen dochtertje die nu naar het eerste leerjaar gaat. En je ziet wel de uitdagingen die er mm -hmm. liggen voor heel wat uh, mijn gemeentes. Hè. In Lumburg ja. uh, heb je heel wat uh, ja. eerste generatie mijnwerkers gehad. Die ook mediewelvaart uh, hebben opgebouwd in onze mm -hmm. provincie. Uh, maar er zijn een aantal uitdagingen. En ik ben van principe wel uh, dat je na de, allee, als het kindje niet voldoende Nederlands kan, dat ja. je echt na de kleuterklas een jaar een uh, taalbad gaat moeten organiseren. Ja. En ja, dan hoort je gepuf en gezeug vooral vanuit de linkse kant uh, Ja, maar dat is stigmatiserend. Maar dan denk ik, nee, dat gaat hier maar over een jaar, dat je misschien Tuurlijk, neemt. Ja. Maar als we daarmee een hele rugzaak kunnen geven aan zo'n kind, ja, dan die dan op, die op het eerste leerjaar ja. op, met, op met niveau uh, start, mm. op een goed niveau start, ja. dat is natuurlijk ook wel goed voor die andere uh, Vlaamse kindjes die in die klas uh, zitten. Uh, want ja, dan zit je, begin je allemaal aan hetzelfde niveau ja. en is het niet van, oei, die kan niet mee, die, die kan wel en dat vind ik eigenlijk uh, zelf voor onze provincie een hele hele belangrijke om ja. dat te kunnen realiseren ja. uh, gesteld dat jullie nu samen op pad zouden trekken in limburg en overal gaan bellen uh, en gesteld dat zowel nu eventjes niks zou kunnen zeggen hoe zou jij haar dan aanprijzen bij de bij de kiezers wel uh, als je iemand als, als je stem wilt geven aan iemand die met je stem ook effectief iets doet die doet wat ze zegt, die tussen u instaat en luistert naar de problemen die je hebt, en daar echt iets wil aan doen vanuit de grond van haar hart. en al hetgeen wat ze met al het temperament wat ze in de schaal kan leggen, daarvoor kan inzetten. Wel, dan is uh, zowel degene op je zou moeten stemmen. Ja, en zo. oh, is dat, mooi. Ja, dat is mooi, hè? Ja. Ja. Zowel. Hoe, hoe zou je Steven in de markt zitten? Uh, ja. Ik zou Steven in de markt zetten van uh, ja, als je een politicus wilt aan wie dat je je portefeuille wilt toevertrouwen, iemand ja. die je vertrouwt in Brussel, ja, dan moet je eigenlijk op Steven stemmen. Want uh, uh, die gaat met uw portemonnee en met uw centen niet gaan lopen. Die zal dat op een juiste manier beheren. De complimenten vliegen hier in het rond. Um, tot slot in deze studio welvaart, voor ik jullie een goede vaart in verkiezingstijden een wens, heb ik nog één. Vraag eigenlijk zo die verkiezingsdag die er uitkomt in juni. Uh, hoe beleven jullie dat? Het is niet de eerste keer natuurlijk. Hebben jullie rituelen? Of blijven jullie in bed liggen tot de, de eerste uitslagen uh, nee. naar, naar buiten komen? Hoe, hoe beleven jullie zo'n dag? Wel, de, de, de voorbije verkiezingen had ik eigenlijk het, uh, het vaste schema dat, uh, dat ik naar de bakker ging, bootjes hm. halen. En dat we dan eigenlijk met het gezin naar het stemlokaal gingen. Ja. Stem uitbrengen. En je hebt dan veel politici die daar blijven om dan op die laatste stem binnen te halen. Ik kan dat niet. Op dat ogenblik ja. is voor mij eigenlijk het ogenblik dat je zegt: van nu moet het gewoon voorbij zijn. Ja. Laat ons vanavond een uitslag uh, maar horen, wat het ook mogen zijn. En uh, ik had dan eigenlijk de gewoonte altijd: ik ben een duiker. Ja. Om uh, dan, dan een vriend te zoeken, ergens die met mij mee, mee wil gaan, uh, ergens duiken. Omdat je op dat ogenblik dat je onder water gaat, eigenlijk. Alles vergeet. alles Dat alles weg is. Ja, je gaat letterlijk onderduiken dan. Onderduiken, uh, ja. ja, voilà. En, en dan bovenkomen, uh, een lichte lunch ja. en dan gereed maken om, om, om naar Brussel te gaan. Omdat we altijd ja. eerst in Brussel verwacht worden, om daarna dan s'avonds laat... Ja. Terug naar de eigen achterban te gaan uh, in Limburg. Ja. En zo wel, hoe, hoe doe jij dat? Uh, dat is ook uh, wakker worden, ontbijten, uh, gaan stemmen. De dochter gaat ook mee, vorige keer is die ook meegegaan. Ja. Uh, daarna ga ik, uh, uh, als ik een keer gestemd heb, naar het kerkhof uh, uh -huh. om mijn moeder te bezoeken. Uh, en daarna gaan we naar mijn vader, een waterschei, uh, die dan ook al gestemd heeft en dan zetten we ons ergens uh, op café, Allee, we hebben daar veel gezellige uh, cafeetjes, uh, theehuisjes uh, en dan is er een babbel met iedereen die voorbij passeert en dat is ja. meestal wel heel gezellig. Uh, en dan uh, daarnaast richting uh, ja. uh, Brussel en dan terug. Uh, ja, dus jij duikt niet onder, maar je nee. verliest jezelf in babbeltjes. Ja, dan ja, 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 dat is altijd heel fijn. In de ja. wijk, een uh, waterschei, heel tof. Oké. Okay. Ja. Dan wens ik jullie heel veel succes in uh, ja, een nieuwe verovering van Limburg. Uh, veel succes op jullie beide campagnes, zowel Vlaams als federaal. Dank voor de hele gezellige en interessante babbel. En ik dank ook u, beste kijker, op naar een volgende studio. Welvaart.